Felix. Door Felix. Waarom heb je een wc-bril opgenomen? Nou, dan kijk ik beter. Uiteindelijk moest ik geopereerd worden. Een week later werd ik geopereerd en stonden twee chirurgen af te luisteren. Ze zaten in de pauze aan de koffie te praten over hun werk. De eerste chirurg zei dat een bibliothecaresse het makkelijkste opereren is, omdat ze van binnen alles op alfabetische volgorde zit. De tweede chirurg zei dat een automonteur het makkelijkste opereren is, omdat ze altijd begrip tonen als je na de operatie een paar onderdelen overhoudt. Na de operatie voelde ik me niet lekker en ging weer naar de dokter. Hij zei dat ik na een week terug moest komen. Ik had vervolgens pijn aan mijn kont. De man zat dus bij de dokter en zei: dokter, dokter, ik heb vandaag een pitje in mijn kont. Nou, zegt de dokter, ik geef je een pilletje voor. De volgende dag komt de man weer bij de dokter en zegt: dokter, dokter, ik heb nog steeds een pitje in mijn kont. Nou, denkt de dokter bij zichzelf, zo meteen wilt hij nog wat van ons. Maar de dokter zegt, ik zal even kijken. En de dokter pakt zijn bezet en gaat kijken. Ja, er zit inderdaad een raar groen pitje in de kont. En hij trekt eraan en dan komt er een roos uit. Dan zegt de man, voor jou, dokter. Toen ik terugkwam, zei de dokter dat hij goed en slecht nieuws had. En daarna zei hij, het slecht nieuws is dat we de ziekte van u nog niet helemaal kenden en dat het een hele erge ziekte blijkt te zijn. Maar het goede nieuws is dat we de ziekte naar u hebben vernoemd. Einde. Oké, we gaan even naar het jurycommentaar luisteren. Dick. Ja, je hebt allerlei kwaliteiten, Jos. Er zijn mensen die gaan er echt voor en er zijn ook mensen die komen op een rustige manier over. En dat is ook een kwaliteit. En als je dan op een gegeven moment die timing hebt zo van, voor jou dokter, en laat dan die zaal eventjes daarbij komen, ja, dat is prima. Dan heb je talent. Oké, dankjewel. Stijn, kun jij er nog iets toevoegen? Stijn? Het zou natuurlijk kunnen, alleen ja, een beetje lastig zijn met je ziekte om dat te horen. Maar ik vond het heel leuk, heel grappig. Het was tenminste een beetje rustig. Naar zo'n geweldig overweldigend optreden van Ben en zo. En dus ik vond het heel leuk. Oké, bedankt. Doei! Dit was Felix.